Het is maandag, tijd voor het rondje langs de buitenlandse velden met onze kenner Süleyman Öztürk. Ik wil weten bij de wedstrijd Nederland-Frankrijk, van welke onderlinge duels heb jij het meest genoten? Lastige vraag. Ik heb wel genoten van de kracht van Memphis ten opzichte van de verdedigers van Frankrijk. Maar waar ik het meest van stond te kijken was van Frenkie de Jong en N'Golo Kante. N'Golo Kante is een speler die heel intelligent is en die precies weet wanneer je op druk moet zetten. Zijn timing op achtergebied is heel, heel goed, waardoor hij altijd de bal weet te veroveren. Alleen N'Golo Kante heeft geen idee hoe hij Frenkie de Jong moet benaderen. Hij is altijd te laat. En sterker nog, andersom, weet Frenkie de Jong wel de bal te veroveren van N'Golo Kante. Die neemt de bal dan aan en dan is Frenkie de Jong, die glijdt dan in of die verovert de bal van hem. Het was heel leuk om te zien dat Frenkie de Jong eigenlijk veranderde in N'Golo Kante zodra Kante de bal had. En andersom had Kante geen idee, want hij probeerde het wel, maar was eigenlijk elke keer te laat. Omdat Frenkie de Jong een intelligente voetballer is die vooruit denkt, zoals Sergio Busquets dat ook heeft. Dat heeft Frenkie de Jong ook en hij was in die rol. Ik vond hem echt magistraal. Er zijn mensen die dan in tempo nul vinden voetballen, omdat hij wat traag oogt. Maar hij was toch wel bij de twee goals ook betrokken, hè, indirect dan. Ik denk ook dat internationaal een aantal scouts van bepaalde clubs, City, Barcelona, toch ook wel weer handen wrijvend hebben zien toen kijken dat, dat ze hem echt zo snel mogelijk moeten vastleggen. Want als je Frenkie de Jong hebt, dan ben je de komende jaren verzekerd van een topvoetballer daar op die plek. Want als je N'Golo Kante op die manier belachelijk weet te maken. En dat zie ik eerlijk gezegd zelf, want ik kijk heel vaak naar N'Golo Kante. Ik ben een klein beetje een fan van N'Golo Kante zelfs. Maar tegen Frenkie de Jong, hij weet het niet. En dat is toch wel echt verdienste van Frenkie de Jong, die daar heel ontspannen een beetje als een soort kunstschaatser over dat middenveld beweegt. En niemand krijgt grip op hem. Ja, prachtig om te zien. Kan je vergelijken met een andere speler? Nou, ik vind hem eigenlijk onvergelijkbaar. Je kunt denken aan Busquets. Ik zag op een gegeven moment een actie aan de zijlijn dat hij ingesloten werd, ik meen door Griezmann. En dan denk je, hij raakt de bal nu kwijt, maar dan heeft hij met één tikkie gaat het spel verder. Dat heeft Busquets ook. Die lijkt ingesloten te zijn, maar die heeft dan al zijn positie zo op orde dat hij precies weet waar hij heen moet pasen. Dus die denkt vooruit. Dat heeft Frenkie de Jong ook. Maar ik zie Busquets nooit 2-3 man voorbij dribbelen vanuit het middenveld. Hij heeft een kwaliteit van een aantal spelers in zich verenigd. En hij is een unieke voetballer. En ik ben heel benieuwd of hij op topniveau dat ook kan. Hè. Hij kan het nu bij Ajax en hij kan het nu bij het Nederlands elftal in deze twee wedstrijden. Toch wel topniveau. En dat is topniveau, want hij stond gewoon tussen Giroud, Griezmann en Kante in. Top. Maar ik ben heel benieuwd of hij het over een langere termijn kan natuurlijk. En ook in een competitie, ik noem de Primera División bij Barcelona bijvoorbeeld op middenveld. En als hij dan dit ook kan brengen, dan hebben wij gewoon een internationale topper. Waar heel de wereld kwijt naar gaat zitten kijken. België verloor verrassend van Zwitserland met 5-2 terwijl de Belgen 2-0 voorkwamen. Op het EK van 2016 lieten ze afweten tegen Wales. Ze zijn natuurlijk wel heel knap derde geworden op het WK. De schoonheidsprijs gewonnen. Maar wat je bij dit België ziet, op een belangrijk moment, als het er echt om gaat, dan zijn, dan zijn de sterspelers afwezig. En ze hebben natuurlijk een geweldige generatie. Maar als je 2-0 voor staat tegen Zwitserland en je bent er eigenlijk min of meer al. En het dan zo laat afweten. Ja, ik begrijp wel dat ze in België dan dit een beschamende vertoning vonden tegen Zwitserland. En onbegrijpelijk ook. Maar ze missen een beetje het gif van een kampioen. Hè. Het is als de zon schijnt is het allemaal prachtig. Dan zit het een beetje tegen, dan zak het als een kaarthuis in elkaar. En dat zie je bij dit België wel. Dat is een gouden generatie die toch een beetje zonder prijs langzaamaan van het toneel dreigt te verdwijnen. Italië speelt tegen Portugal. 0-0 gelijkspel. Ja. Italië veel beter. Ja. Portugal, luizenploeg, kan ik dat zeggen? Ja, maar Portugal is een ploeg, net als Frankrijk, die zich helemaal inricht op een tegenstander. En dan hoopt op de counter een keer te verrassen. En dat gebeurde tegen Italië ook bijna. Ze kwamen er een paar keer gevaarlijk uit en wonnen dan per ongeluk. Zo zijn ze ook Europees kampioen geworden met heel veel gelijke spelen. Ik ga niet zitten voor Portugal, ik vind het niets aan. Maar Italië heeft wel een leuke, frisse ploeg met jonge gezichten. He, Barella op het middenveld van Cagliari, een leuke linksback zag ik ook. Insigne die het geweldig doet bij Napoli en ook bij de Italiaanse ploeg nu een centrale rol heeft. Je ziet overal op verschillende plekken jonge talenten doorkomen met Roberto Mancini als bondscoach. En die is daar ook een nieuwe ploeg aan neerzetten en die ook echt wil voetballen. Ze zetten druk naar voren toe. Dus ik vind Italië nu een leuke ploeg. Nederland natuurlijk, hebben we het al over gehad. Ja, twee ploegen in wederopbouw eigenlijk. Welke ploeg maakt de beste indruk op jou? Nou ja, nu is Nederland de kloppen ploeg. Hè. Die hebben natuurlijk Duitsland van de mat geveegd de vorige keer. Ze hebben de wereldkampioen verslagen, waarbij de wereldkampioen zich wel afvraagt hoe heeft dit kunnen gebeuren. We zijn op alle vlakken afgetroefd. Dus op dit moment is Nederland, ik wil niet zeggen de beste landenploeg ter wereld.
Maar ze zitten er wel heel dicht tegenaan. Hè? En natuurlijk is het 2 wedstrijden maar. En is dit. Nederland komt van heel diep en van heel ver. We wilden eigenlijk allemaal al gaan korfballen. Want het voetbal hadden we al vaarwel gezegd. Zo diep kwamen we eigenlijk. En dan zie je nu al dat het ook weer de andere kant opslaat. Hè? Dat we ons al bijna wereldkampioen waren. Terwijl het gaat om de Nations League. En dat is ook een vreemd oefentoernooitje. Dan moet je ook wel weer concluderen. En straks komt er een EK-kwalificatie aan. En dan moet je bij de eerste 2 eindigen. En dan speel je ook een hele vervelende uitwedstrijd tegen Litouwen. En dan moet je daar als ploeg ook staan. En dan word je echt getest. En niet tegen Frankrijk of Duitsland. Want dan zijn wedstrijden die Nederland ook kan verliezen. En dan vind je het ook allemaal prima.